Hallo allemaal en leuk dat jullie er zijn. Welkom bij deze online workshop Wetenschapsvloggen voor Dummies. Dit jaar is het even anders. We hadden een workshop, een interactieve workshop met jullie gepland. En bovendien ben ik hier maar alleen terwijl we deze workshop met z'n tweeën doen. Dus in een aangepaste vorm vandaag gaan zowel Lieke als ik jullie proberen de beginselen bij te brengen van het vloggen voor Dummies. Vandaag zullen we ons straks even voorstellen aan jullie en daarna zullen we ingaan op het waarom van wetenschapsvloggen. Waarom zou je wetenschap in video willen gieten? We zullen jullie een beetje op weg helpen met hoe bereid je dit nou voor? Wat zijn de tips en tricks van het filmen? En tot slot hebben we een stukje over editing. Allereerst willen we onszelf even aan jullie voorstellen. En hoe kunnen we dit nu beter doen dan in vlogformat? Lieke en ik dus. Wij zijn allebei gevraagd vanuit NWO om te vloggen over ons Rubicon-avontuur. En zo zijn wij er eigenlijk allebei ingerold. En eigenlijk was ik daar wel blij mee, want beeld wordt in onze huidige samenleving steeds belangrijker. In de wetenschap heb je zoiets als de H-index, het aantal keer dat je papers geciteerd worden door journals, dat wordt allemaal vastgelegd. Maar toch begint de H-index steeds meer op de achtergrond te verdwijnen en wordt je altmetrics een belangrijker getal. Nou, voor de mensen die dit niet weten, is het toch wel misschien tijd om hier ook op te gaan letten. Maar je altmetrics is een totaalwaarde van hoeveel er over jouw onderzoek wordt gesproken. Zo houdt Altmetrics bij hoeveel er over je onderzoek getwitterd wordt. Hoeveel persberichten erover worden geschreven. Hoeveel erover wordt gefacebookt, geyoutubed. En dat allemaal komt in een getal, in een waarde. En dat geeft eigenlijk een veel beter beeld van het belang van je onderzoek of de media gekte rondom jouw onderzoek dan alleen maar je onderzoek en je H-index alleen. Omdat beeld steeds belangrijker wordt, is het ook belangrijk om je daarvan bewust te zijn. Ik heb even een screenshot gemaakt van twee tweets uit mijn Twitterfeed. Eén is van Academic Chatter, wat eigenlijk alleen maar tekst is. En de tweede is een heel kort zinnetje gepaard met beeld. Beeld is eerlijk gezegd veel aantrekkelijker. Je zou veel eerder kijken naar wat er in deze tweet staat dan alleen maar in de tekst. Dus is het ook goed om beeld toe te gaan voegen bij bijvoorbeeld tweets of Facebookberichten of LinkedIn. Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, die kunnen allemaal ook video afspelen. Korte fragmenten dan wel, maar die gaan automatisch. En dat is zelfs nog aantrekkelijker dan alleen maar een foto. En daarnaast zorgt beeld en video ook voor een betere vind- en zichtbaarheid als onderzoeker. Nou heb ik persoonlijk een best wel unieke naam. Dus als je mij googelt, ik heb weer even een screenshotje gemaakt, vind je mij meteen, maar vind je ook meteen mijn vlogs. Binnen Google geldt nou eenmaal de regel, video's hebben een grote belangrijkheid. Dat is natuurlijk iets wat Google bepaalt, maar in de huidige maatschappij worden video's als belangrijk gezien. Dus als jij online zichtbaar bent als onderzoeker in video en mensen googelen jouw naam, zullen ze jou eerder vinden dan als je alleen bijvoorbeeld je artikelen. Die komen veel lager op de Google-pagina. Nou, moet je dat willen? Ik denk het wel. Ik denk dat dat heel interessant is, dat het gesprekopener kan zijn als mensen je kunnen vinden. Het kan leiden, in mijn geval ook, tot uitnodigingen voor interviews. Dus ik denk dat dit als onderzoeker iets is waarmee je jezelf kan profileren. Tot slot zijn video's gewoon een tool om
jouw onderzoek toegankelijker te maken voor de gewone man. En als ik mijn vriend hier even mag citeren, hij zegt: ik zou toch veel eerder zo'n video kijken, zoals van de NOS, dan een abstract lezen van je paper. Wat natuurlijk heel eerlijk is, maar het is ook gewoon waar. Het is in een korte video, als je kan uitleggen wat je onderzoek inhoudt, is dat veel aantrekkelijker voor iedereen, voor je buurman, je buurvrouw, dan als je je paper aan ze doorstuurt bijvoorbeeld. Nou, als je nu denkt, ik wil graag inderdaad mijn onderzoek in videobeeld gieten, dan kun je natuurlijk dit in verschillende vormen doen. Dus we hebben een aantal voorbeelden voor jullie om een beetje een idee te krijgen van wat voor vlogvormen er allemaal zijn. Allereerst bijvoorbeeld je abstract in videoformat. Een persbericht als video. Dit kan natuurlijk zij aan zij gaan met je eigen persbericht dat al geschreven is. En een soort extraatje leveren wat je ook kunt gebruiken tijdens het op social media plaatsen van je onderzoek. Een eerste voorbeeld is een wat meer statisch onderzoek. Een meer statische video. Misuse of antibiotics is putting us all at risk. In the UK, our use of antibiotics is twice as high as in Sweden or the Netherlands. We now have a new target to reduce antibiotic prescribing by 15% by 2024. My name is Martin Gulliford, and I'm going to describe some research that we've done here at King's College London, together with colleagues from the Clinical Practice Research Data Link, Imperial College London. Nou, in principe vertelt deze man natuurlijk zijn onderzoek geeft hij het probleem weer wat hij gaat bespreken, maar het is wel een beetje een statische manier. Dus ik heb ook een dynamischer voorbeeld wat eigenlijk hetzelfde doet, namelijk je abstract in videoformat, maar dan met een lekker muziekje eronder. Op de afdeling interne geneeskunde van het Radboud UMC doen wij veel onderzoek naar de rol van het immuunsysteem in allerlei ziektes. Okay. Het immuunsysteem is belangrijk in de afweer tegen infecties, ja, maar kan juist ook bijdragen aan het ontstaan van bepaalde chronische ontstekingsziektes zoals reuma of slagaderverkalking, atherosclerose. Het immuunsysteem is grofweg onder te verdelen in twee onderdelen, het aangeboren en het verworven. Nou, dit gaat zo nog wel even door. Dit is toevallig een video persbericht van mijn eigen onderzoek, dus dat vond ik ook wel leuk om even te laten zien. Dat is een manier om je onderzoek gemakkelijk aan de man te brengen. Een andere manier om je onderzoek in videoformat te doen is als een soort meer profileringsvideo. De linker is heel erg, is een jongen die heeft een YouTube kanaal en die wil zichzelf als wetenschapper eigenlijk bekendmaken op een ludieke manier. Hey lab rats, my name is Darren, or Lab Shenanigans, and today I'm here to do another review of micropipetters. Last time I did a review of Gilson, and I was kind of unhappy with the products, to be honest, but this time I'm reviewing Eppendorf. I'll be judging... Ik vind dit persoonlijk een leuke vlogger. Hij is enthousiast. Steekt een beetje de draak met... vloggers die producten aanprijzen en dat doet hij vervolgens met bijvoorbeeld laboratoriumonderdelen. Dus het is een manier om zichtbaar te worden en met een heel YouTube kanaal. Een andere manier is natuurlijk om je onderzoek te laten zien op afstand in coronatijd. En dat is iets wat het Rijksmuseum bijvoorbeeld heeft gedaan. Hi, my name is Jean Dom, curator of the history department at the Rijksmuseum. This cycling trainer was delivered yesterday. Already in the first week of my working from home, I ordered this device to stay at least physically fit. And it works fine. This period of seclusion and social isolation reminds me of a well-known episode in Dutch history. Nou, dit is natuurlijk een manier om je onderzoek in te leiden in coronatijd. Om toch vanuit huis video te maken over wat je nu doet of een onderzoek uit te leggen. En een laatste voorbeeld is iets wat een beetje tussenin is. Hela! Dit is een dame die heeft een YouTube kanaal. Zij profileert zichzelf daar echt op. Maar wil ondertussen daar ook echt wel de wetenschap mee aan de man brengen. Hey, I'm Diana, you're watching Physics Girl, back in my kitchen, and today we're gonna make a mess.
I've got all kinds of ingredients ready that are definitely not edible. Let's get started. Okay, first experiment you should definitely try at home is a prism made of Jell-O. So I've got a laser pointer here, and if I shine it through this Jell-O, you can see some amazing optical properties of light. So you can't see the laser beam when it's outside of the Jell-O, but as soon as I move it across the Jell-O, you're seeing the laser beam because of scattering of light. The laser beam is scattering off of the individual particles inside the Jell-O and scattering the light back to your eyes. En zo heeft zij een heel YouTube-kanaal waarin ze met een hele enthousiaste manier ingewikkelde natuurkunde aan de man brengt, wat ik persoonlijk heel erg knap vind. Nou, nu we weten waarom we zouden willen vloggen en wat voor vormen we het kunnen gieten, moeten we het toch hebben over de voorbereiding. Wat heb je nu nodig voor een vlog? Nou, ik heb een paar props meegenomen. Allereerst mijn telefoon. Ik moet zeggen dat ik zowel met mijn telefoon als met een professionele vlogcamera heb gefilmd. En met de huidige kwaliteit van camera's op telefoons en het feit dat je je telefoon altijd bij je hebt, kan ik zeggen dat mijn telefoon uiteindelijk mijn favoriet is geworden. Wat ik daar nog wel bij heb, is een tripod. Dit is een statische tripod. Je hebt ook van die tripods met van die bolletjes, zoals je op dat plaatje ziet. Dat is persoonlijk ook wel erg handig, want dan kun je het overal omheen klemmen. Die heb je voor een paar euro bij de Action. Dus niet allemaal straks naar de Action rennen. Maar het is wel erg handig. Wat ook nodig is, is een opzetstukje voor je telefoon, zodat je je telefoon erin kan klemmen. Die zitten bij de normale camera tripods er niet bij. En tot slot een microfoon. Ik heb hier een microfoon van Boya. Die stop je in je telefoon, in mijn geval met een verloopstukje. De kabel is 6 meter, dus je kan flink ver weg zitten. En je microfoon van je telefoon, die is dan helaas weer niet goed genoeg om goede kwalitatieve geluidsopnames te maken. Dus als je echt wil beginnen met vloggen, dan zou ik dit wel aanraden. Het kost 25 euro, dus valt mee. Tot slot, mocht je nou nog je camera bijvoorbeeld groter willen maken door bijvoorbeeld een wide lens, heb je ook allerlei van die leuke wide lens opzetstukjes voor je telefoon, waardoor je eigenlijk gewoon heel veel kan spelen met beeld. En dit past allemaal bijna in je broekzak. Heb je nu het juiste materiaal verzameld, dan is het tijd om na te gaan denken over je verhaal. We hoorden het vanmorgen al even in de plenaire sessie, maar je storyline, daar moet je wel goed over nadenken. Wat is je boodschap? En ook, wie is je publiek? Maak jij een abstract video als persbericht voor journalisten, dan vertel je misschien een ander verhaal dan als jij een vlog maakt voor de kijkers thuis, voor je buren, voor je ouders. Je moet je taalgebruik daarop aanpassen. En ook de spanningsboog is natuurlijk anders als je nichtje die tiener is jouw video wil laten zien versus misschien de wetenschapswereld. Dus eigenlijk zijn dit soort dingen waar je van tevoren even over nadenkt. Vervolgens wil ik wel benadrukken, hou het kort. Liefst 2 tot 3 minuten, misschien voor een abstract video iets langer. Maar het is moeilijk om mensen geboeid te houden. En voor die 2 tot 3 minuten praat je er eigenlijk niet eens zo heel veel bij. Je hebt een intro van ongeveer 15 tot 30 seconden, waarin je vertelt wat mensen gaan zien in de vlog. Introduceer het probleem, introduceer je onderzoeksprobleem. En vertel ook wat mensen kunnen verwachten in de vlog, zodat mensen denken, oh, dit wil ik kijken. Vervolgens vertel je met behulp van beeld je verhaal. Je kan eventueel daaronder praten, dus een gesproken intermezzo of een interview met iemand, wat het ook weer variërend maakt met het aantal stemmen. En tot slot een outro van ongeveer 30 seconden, waarin je samenvat wat men heeft gezien en ook eventueel een tipje van de sluier voor de volgende vlog, als je daar al ideeën voor hebt. Je wil eigenlijk, net als je in je paper een introductie en een conclusie hebt, wil je dat ook in een vlog doen. Dan beginnen we met filmen. En daar komt eigenlijk de eerste en grootste stap, durf. Ik moet zeggen, eerlijk toegeven, dat ik het ook wel even een drempel vond om te beginnen met vloggen. Je stem klinkt raar als je die voor het eerst hoort. Je zit opeens in een camera, je wordt heel zelfbewust. Misschien herkennen jullie het nu al als je jezelf de hele dag op Zoom ziet. Dat je op een gegeven moment denkt, ik wil mezelf even niet meer zien. Je moet over een drempeltje heen. Maar ik kan wel zeggen, als je het eenmaal 1 keer hebt gedaan, wordt het steeds minder eng. En ook, begin dan eenvoudig.
neem jezelf eerst op thuis, in je woonkamer. Of ergens waar niemand anders je kan horen en jezelf even kan giechelen in een hoekje. Durven is eigenlijk de eerste stap. En uiteindelijk, als je het een paar keer doet, durf je ook voor een gebouw met allerlei mensen die voorbij lopen te filmen. En wordt het steeds makkelijker. Voor mij, nou ja, mijn drempel werd eigenlijk, ik werd een beetje over de drempel geduwd door de MWO. Waarvoor dank. Dus als je dat nodig hebt, spreek dan met iemand af. Ik ga vloggen, maak een deadline. Nou ja, net zoals je eigenlijk soms voor je werk een deadline nodig hebt. Daarnaast, vraag hulp. Ook daarvoor moet je natuurlijk durven. Maar het is soms handig als andere mensen je kunnen filmen. Als andere mensen je kunnen helpen met wat beelden schieten. Dan hoef je het niet alleen te doen. Als ik bijvoorbeeld mezelf wil opnemen op 6 meter afstand, is het fijn als iemand de camera vasthoudt. En tot slot, vraag toestemming. Overal waar je filmt, zul je te maken hebben met mensen die over de achtergrond lopen. Gebouwen waar je misschien niet mag filmen. Vraag toestemming om daar te mogen filmen. Dit geldt ook voor het vertellen van data en onderzoeksresultaten. Bespreek met degene met wie je het onderzoek doet. Of ze het oké vinden dat jij erover praat. En ook wees bewust wat je wel en niet deelt. Deel geen persoonsgegevens. Deel geen privégegevens. Ook niet over jezelf. Ga niet voor je huis staan en zeg, ik woon hier en hier. Dat zou ik niet aanraden. Maar toch kun je best wel veel delen zonder echt in detail te treden. Als we dan gaan filmen, dan zijn er een paar praktische tips die mij heel erg hebben geholpen. Allereerst de regel van derden. Op je telefoon, in de instellingen van je camera, kun je instellen dat je een raster ziet. Dit raster is niet alleen handig bij vloggen en video's, maar ook bij foto's maken. Je foto's worden er oprecht beter van. En de regel van derden is dat jij zelf als persoon op 1/3 staat, op die lijn. En met het hebben van het raster in je scherm kun je hem net iets beter zien waar je staat. Jij staat op 1/3 en de andere 2/3 is vrij voor het interessante beeld. In dit geval voor mij het scherm. Ik sta op 1/3 en naast mij staat het scherm. Vervolgens kijk je dan ook naar die andere 2/3. Als ik namelijk die kant op zou gaan kijken, wat is dan de functie van de andere 2/3 die nog vrij is? Dit geeft heel veel perspectief en daarmee kun je ook mooie achtergronden laten zien, terwijl je er niet eens over hoeft te vertellen. De laatste 1/3 regel is dat je hoofd op de ongeveer de bovenste 1/3 moet zijn. En als je daarmee te maken hebt, de horizon op de onderste 1/3, dan zit je helemaal goed. En je kunt deze regel van derden ook gebruiken in je voordeel. En daar wil ik even een leuk voorbeeld van laten zien. As many of you know, I'm a scientist. I'm also a person who's part of an organized system of religion. In particular, I'm Jewish and I believe in the tenets of Judaism and I actually get a lot out of religious observance. You might be wondering, how can you be a scientist and also be a religious person? Scientists are only supposed to believe in observable, quantifiable things that they can physically have proof of. Isn't being religious fundamentally in opposition to everything that being a scientist is about? These are good questions. I'm a thoughtful person, I'm a skeptical person, and I am not a person who believes blindly in anything. Zoals je ziet, schakelt zij van de ene 1/3 naar de andere 1/3. Daarbij erop lettend dat je dan ook je lichaamshouding weer verandert. Maar daardoor kan je eigenlijk in gesprek met jezelf. Stel jezelf een vraag, geef het antwoord. Dus je kunt deze 1/3 regel heel leuk gebruiken om variatie te creëren in je beeld. Vervolgens, tip voor alle tv-videobeeld, let op wat je aan hebt. Ik laat hier even een kort voorbeeld zien van Lieke, mijn co-vlogger. Die een bepaalde streepjesjurk aan had op beeld, wat een soort flikkerend effect geeft. Mijn naam is Lieke van Dijnten en ik maak deze vlog omdat ik op het punt sta te vertrekken naar het buitenland. Het is misschien niet heel goed te zien, in ieder geval voor mij hier op beeld niet, maar als je het op je eigen scherm ziet, op de laptop, dan zie je inderdaad de streepjes gaan bewegen. En dit geldt ook voor hele hysterische printjes. Dus let erop wat je aan hebt. Een tweede let erop wat je aan hebt, is als je dingen in meerdere takes filmt. Ik heb zelf
pas later in een aantal van mijn vlogs gezien dat ik een verhaal vertelde met wel 5 outfits, omdat ik het op verschillende dagen had gefilmd. En nou, als het ook nog eens zo dat in Melbourne het weer heel variabel is, dus de ene dag had ik dan mijn winterjas aan en de tweede dag een zomershirtje. Nou, is dat voor Melbourne helemaal niet raar. Je kan zelfs binnen een dag van 40 naar 20 graden gaan. Maar soms is dat op beeld wel heel opvallend. Dus let daar ook even op. Voor mij was dat in ieder geval een eye-opener om dat in de toekomst wat meer te doen. En nadat je je verhaal vertelt en je intro hebt gedaan en eventueel je outro hebt opgenomen, is het zaak om zoveel mogelijk beelden te verzamelen. Voor een vlog van ongeveer 2 minuten heb je 50 beelden nodig van 10 seconden om het beeld variatie te geven, om je verhaal te vertellen, om mensen hun aandacht niet te verliezen. En van die 10 seconden gebruik je elke keer maar een paar seconden, maar dan heb je een beetje speelruimte om het te editen. Daar komen we later op. En ik laat even een heel kort fragment zien. En hier zijn ongeveer al 20 sfeerbeelden in verwerkt. Dit was maar een kort filmpje, maar toch 20 keer 10 seconden opnemen. En dat is dus ook het voordeel van als je je telefoon altijd bij je hebt. Overal beelden schieten. Vergeet ze niet in landscape te schieten. Naast sfeerbeelden van omgeving, huizen, gebouwen waar je bent, kun je natuurlijk ook je onderzoeksactiviteiten filmen. En daar heb ik ook even een voorbeeld van. Afgelopen week ben ik vooral buiten de deur geweest. Want ik moest voor mijn onderzoek naar musea, bibliotheken en erfgoedinstellingen om een corpus van auteursportretten te verzamelen. En ik geef jullie heel graag alvast een voorproefje van de rijkheid van het materiaal dat ik de komende 2 jaar mag bestuderen. Een heel divers beeld aan onderzoeksactiviteiten. Ook wederom gebouwen, maar ook jezelf filmen als je onderzoek doet, als je een boek leest. Het voelt gek, maar hiervoor kun je dus ook weer de hulp inschakelen of mensen vragen of ze jou even willen filmen. En het voegt echt wel iets toe aan je vlog als mensen jou ook aan het werk zien. Een andere manier om je onderzoeksactiviteiten weer te geven is om bijvoorbeeld een timelapse te maken. Ik zit wel eens urenlang in het laboratorium dezelfde dingen te doen. Maar als je dit dan nu in een timelapse heel versneld afspeelt, dan ziet het er nog best wel leuk uit. Ik heb ook weer even een voorbeeld. Dit is ongeveer een half uur aan werk in 15 seconden. Ik heb het op volgens mij 3000% snelheid afgespeeld. En ja, eigenlijk heb ik een repeterende handeling die er met een timelapse nog best wel leuk uitziet. Dit kun je dus gebruiken op de achtergrond van je video, terwijl je praat, terwijl je je verhaal vertelt. En ook daar heb ik even een voorbeeld van. En dit keer van een andere medevlogster, Eline. Hoi, mijn naam is Eline, wetenschapster in de biomechanica. En dit is mijn allereerste vlog. Ik ga jullie in mijn vlog meenemen naar een verhuizing naar Londen. Want ik ga namelijk voor 2 jaar onderzoek doen aan Imperial College. Wat moet ik nog regelen? Ik moet hier mijn zie je haar in een pakken. Timelapse haar tas inpakken. Wat best wel een leuk effect geeft. En dan kom ik nog terug op de achtergrond terwijl ze vertelt dat ze naar Londen gaat verhuizen. Dus dit zijn allerlei kleine ideeën die heel veel soort variatie en frisheid in je vlog kunnen geven. Tot slot is het goed om na te denken over de afstanden die je in je sfeerbeelden gebruikt. Varieer met gebouwen, een medium afstand, namelijk een tafel, en een close-up, bijvoorbeeld je laptop of dat je aan het typen bent. Ik heb hier een klein voorbeeld van hoe ik in Melbourne het ziekenhuis binnenkwam. Eerst liep ik langs het ziekenhuis, zie je de titel of de naam van het ziekenhuis. Hier is de balie. Ik vond het zelf wel leuk. Het is een kinderziekenhuis, dus er is een minion achter de balie. En vervolgens ging ik in de lift naar de 9e verdieping. En deed ik een close-up dat ik op de liftknop drukte. Kan nu overigens niet meer. Nu zou ik mijn elleboog gebruiken. En ook hiervan heb ik even het voorbeeld in een Rubicon filmpje. Gewoon omdat we dat, die zijn al mooi geëdit. En hier zie je een heleboel verschillende sfeerbeelden. Met
verschillende afstanden. Zoals je ziet geeft het gewoon een leuke effect en een leuke variatie. En als je dan nu al die beelden hebt, dan is het tijd om alles in elkaar te gaan zetten. Wij hadden het geluk dat er een extern bedrijf was, In-House Filming, die de editing voor ons deed. Ik moet zeggen dat ik zelf wel door ben gegaan met vloggen en dat het nog wel iets is wat ik ook moet leren. En daarom hebben we de hulp ingeschakeld van nog een collega vlogger, Christian Eistrup. Hij zit momenteel in de US. Hij heeft zijn PhD in Nederland gedaan en is in de coronatijd, in de lockdown, begonnen met vloggen, omdat hij toch zoveel thuis zat. Dus hij heeft voor jullie een filmpje met zijn tips en tricks, editing voor beginnende vloggers. Hello everyone at Best is Up 2020. My name is Christian Eistrup. I'm from Denmark, but I did my PhD in Leiden and now I'm a postdoctoral researcher in astronomy at the University of Virginia in the US. 3 months ago, when the US went into quarantine, I started my new YouTube channel, Bowtie Guy, hence my bow tie. In today's little tutorial, I will walk through a few tips on how to edit your movies in the Mac iMovie and how to get going starting your own vlogs. To start my vlogging, I've been using the camera on my relatively old iPhone 8 and iMovie on my MacBook. Aside from that, I knew that I had to get a new microphone because the microphone inside my iPhone was not good enough. I went ahead and went for a lavalier clip-on microphone from Rode. Aside from getting a microphone, I went ahead and got a GorillaPod tripod that can bend around things, a smartphone mount for the tripod, and an extension cord for my microphone so it could reach longer. All in all, it's cost me 130 euros, and half of that went to the microphone because I wanted to make sure that the audio quality was good. So how much of a difference does good audio actually make for vlogging? Well, this is an example. This is audio using my clip-on lav microphone. And this is the audio quality of the iPhone's built-in microphone, which catches a lot more background noise and echoes. I'll let you be the judges of the quality difference. And now to the editing part. I've now transferred my movie clip from my iPhone to my Mac via Apple AirDrop. You can also just sync the two devices. I've opened iMovie, and that opens either in this window or as an overview of the project that you may have. I have Project Best is Up 2020 here, so that's where I'm gonna go to. From the Finder window, I now drag, let's say, these two movie clips into iMovie. They now appear up here. Then I drag one of them into the editing board. I can drag the other one down next to it. You can see if I go to this part of the first movie and I hit the space bar to play, it simply goes from one video clip into the next one. The first thing I wanna show you out of three things is how to cut your movies. You can mark a point in the movie, and when you then hover the mouse over so the vertical line turns yellow, you can right click and say split clip. In a yellow frame, this clip here is the one you've marked, and if you click the delete button on your keyboard, that clip simply goes away and you have cut that out of your movie. The second thing is the audio part, which is the blue band down here. You can increase the audio volume or decrease it as you please. And you can even fade the audio in or out here at the end. You can also choose to detach the audio and have it as a separate thing down here that you can play around with independently. Second to last thing I want to tell you is about adding text to your movies. You can add titles, for example, adding this title here, which means that if you start playing the movie here, it starts showing this title text, and that can be used to add text to your videos. The titles are not the most flexible option, so if you want more flexibility, I advise you to go to the Keynote app and design your slides and your text in there, possibly some graphics, and then import it into iMovie from there. Last thing I want to show you is adding background music. So I was struggling a little bit with finding free and good background music, but it turns out that YouTube actually has a library for this, the YouTube Music Library. And go in here. It's a big collection of free MP3 files that you are free to download and that you can use freely in your YouTube videos. You can play a track, a PDF file in this window here and see if you like what you hear. You can sort it by genre, mood, instrument, and duration. This is all written in Danish because I'm from Denmark.
And if you like what you hear, you can download it. I pre-downloaded a track, which is called fine.mp3. And I can then mark this MP3 file and simply drag that into my media part in my movie. From here, I can drag it down into my editing board. And here I can shift it forth and back. I can cut it a bit if I prefer certain parts to the track to others. And like was the case for the voice audio, I can also vary this volume up and down independently and fade it in and out. I hope you all learned something from this tutorial, but most importantly, I hope I motivated and inspired some of you to start vlogging yourselves. Enjoy the rest of Best Up and see you soon on YouTube. Superleuk. Ik ben persoonlijk fan van zijn YouTube kanaal, zeker omdat het zo het is heel echt en hij is net begonnen en nou ja, ik identificeer me daarmee als wetenschapsvlogger. Ik ben geen pro, we doen allemaal maar wat, maar dat maakt het juist leuk. Even in het kort, voor degenen die meer van tekst zijn dan van beeld. Voor het editen kun je gebruik maken van iMovie. Mensen die geen Mac hebben, heb je Adobe Premiere Pro. Dat werkt vergelijkbaar. Let erop dat je, als je muziek onder je vlog doet, zeker aan te raden, rechtenvrije muziek gebruikt. Anders heb je echt straks problemen met de eigenaars van de muziek en kun je hoge boetes krijgen. Voor de audio heb je het zelf gehoord. Gebruik een lavaliermicrofoon. Christian had een Rode. Wij hebben een Boya. Ze zijn vergelijkbaar in kwaliteit, verschillen iets in prijs. En mocht je buiten filmen en het waait, gebruik een plopkap. Dit is een plopkap. Dit is zo'n kapje wat erop zit. Die heb je ook met heel veel haartjes. Dat helpt heel erg en dan hoor je geen wind meer. En als je dit nu allemaal geëdit hebt en je video is klaar, wat doe je er dan mee? Je kunt natuurlijk een YouTube-kanaal beginnen, zelf, als je van plan bent om meerdere video's te gaan uploaden. Je kunt natuurlijk ook gewoon één video op YouTube zetten. Let erop dat je hem dan openbaar zet, dat mensen hem kunnen kijken. Je kunt ook Vimeo gebruiken of andere videoplatforms om je video te uploaden. En je kunt de video dan vervolgens gebruiken op social media. Je kunt hem in een Twitter-bericht laden, op LinkedIn. Let erop dat Twitter en LinkedIn wel allebei korte video's laten zien. Volgens mij 1,5 minuut. Of gebruik je video voor Instagram, Instagram Stories of Instagram TV. Enige wat dan wel belangrijk is dat je je telefoon dan in portrait moet houden en niet in landscape. Dat is soms toch wel eens onhandig. Zeker als blogger gebruik ik Instagram veel, alles in portrait. Voor een vlog moet alles in landscape. En tot slot, geef je video een goede titel. Want anders vinden mensen hem alsnog niet. Zet je naam erin, een kort stukje. Je hebt ook allerlei beschrijvingen die je kan invullen op YouTube. Dat is niet zomaar, dat is voor Google om jou te vinden en voor andere mensen om jou te vinden. Gebruik ook ondertiteling. Dat kan dus in YouTube. Dat doet YouTube automatisch. Je kan het dan handmatig aanpassen als het niet goed vertaald is of niet goed ondertiteld is. Want tegenwoordig kijken best wel veel mensen video's op mute. Stel je zit in de trein, je kijkt eventjes op iemands... Je scrolt over je Twitter of LinkedIn feed en je ziet een video voorbij komen. Je hebt je oortjes niet bij je, maar je wil de video toch zien. Dan is ondertiteling erg belangrijk. Zeker in deze tijd waarin mensen alles op hun smartphone kijken. Dat was eigenlijk onze workshop Vloggen voor Dummies. Ik wil mijn dank uitspreken aan Christian Eistrup die de editing video heeft gemaakt. Poppy Savanij van NWO die mij en Lieke en de andere vlogsters over de drempel heeft geholpen. En in-house filming voor het editing. En ik wil eigenlijk aan jullie vragen, hebben jullie nog vragen? En die zal ik via mijn sidekick hier doorkrijgen. Stel ze gerust. Zijn er vragen? Er zijn een heleboel vragen, maar ook een heleboel die je alweer hebt beantwoord tussentijds. Oké. Dus een vraag die nog open is, hoe zoek je dan de juiste sfeermuziek voor onder je vlogs? Dat is een goede vraag. Ik kan de vlogs van de Rubicon, daar heb ik de sfeermuziek niet uitgezocht. Ik heb daar nog wel contact over gehad, want ik vond de sfeermuziek niet bij mij passen. Dat is eigenlijk een kwestie van naar de YouTube Music Library en heel veel luisteren. Wat vind je leuk? De YouTube Music Library heeft natuurlijk ook veel muziek die al geschikt is voor filmpjes, want het is al voor YouTube. En kijk andere vlogs. Luister wat zij voor muziek gebruiken. Doe inspiratie op. Ja. Een hele praktische vraag is of mensen deze sessie ook terug kunnen kijken en of de PowerPoint beschikbaar is van jou. Dat is een goede vraag. Ik kan de PowerPoint zeker beschikbaar maken.
Of hij terug te kijken is, weet ik niet. Dat moet ik even aan de organisatoren vragen. Okay. Er komt een nieuwe vraag binnen. Die gaat over het editen. Welke PC video editing programma's zou jij aanraden? En zijn er ook gratis programma's bruikbaar hiervoor? Al wat belangrijkste vind ik het gebruikersgemak. En de kwaliteit hoeft niet perfect te zijn. Dat is een goede vraag. Ik ben natuurlijk een Mac-gebruiker, dus iMovie is echt al ideaal. Ik weet dat Adobe Premiere Pro, Adobe is niet gratis, maar als je in de wetenschap werkt, dan kun je via Surfspot een Adobe-account nemen voor 10 euro en dan heb je alle programma's. En ik vind die wel heel erg gebruiksvriendelijk vergelijkbaar met iMovie. Dus het kost een tientje, maar dan heb je wel Adobe. Voor gratis, moet ik eerlijk zijn, weet ik eigenlijk niet. Nee. En Sonia die vraagt, wanneer kies je ervoor om in het Engels of in het Nederlands te vloggen? Dat is een goede vraag. Je kan natuurlijk altijd Engels ondertitelen. Dus als je zelf je gemakkelijker voelt bij Nederlands, zou ik het in het Nederlands laten. Echter, het is natuurlijk soms ook wel weer toegankelijker om in het Engels te vloggen. Dus als je bijvoorbeeld je wetenschap in een abstract video wil gieten, dan zou je ervoor kunnen kiezen om het in het Engels te doen. Let er wel op dat als je een heel erg sterk of moeilijk te verstaan accent hebt, dat moet je voor jezelf even uitmaken, dat je dan alsnog ondertiteling nodig zal hebben, ofwel in het Engels of in het Nederlands. Ja. En Annelies die wil graag weten, hoe vaak publiceer je een vlogaflevering? Dat is een beetje afhankelijk van wat je ermee wil bereiken. Als je wil profileren, als je jezelf wil neerzetten als onderzoeker, dan zou je kunnen zeggen, regelmaat is belangrijk. Dat geldt ook voor bloggen. Ik weet, als ik elke week iets post, krijg ik meer lezers. Als je elke week een video post, dan weten je kijkers ook waar ze aan toe zijn. Maar als je het meer gebruikt om bijvoorbeeld als een persbericht te ondersteunen of een social media bericht te ondersteunen, dan is het afhankelijk van wanneer je materiaal hebt. Dus zelf moet ik zeggen dat ik pas vlog als ik een idee krijg. Vanuit de NWO had ik 3 hele specifieke opdrachten. Dus die zijn alle 3 in 3 maanden geschoten. Dat was best intens, moet ik zeggen. Dus dat is iets wat je voor jezelf moet uitmaken. Als je zegt, ik wil echt vlogger worden, dan zou ik zeggen, begin met 1 keer per maand en kijk hoe je het vindt. Ja. Ja. Even kijken, dit is misschien een iets meer kritische vraag die hier ook binnenkomt. Iemand die vraagt, hoe sta je tegenover duurzaamheid van dit data-intensieve communicatiegebruik? Dat is een goede vraag. Zeker als je mij een beetje kent. Ik sta namelijk heel erg voor duurzaamheid. En ik weet dat online enorm veel gigabytes kost. En gigabytes zijn niet zo duurzaam. Aan de andere kant, het is ook wel weer een middel om bijvoorbeeld niet te hoeven reizen naar een conferentie. Doordat ik hier nu voor jullie sta te presenteren. En jullie niet allemaal naar Utrecht hoeven komen. Dus het is een beetje van beide. Ja, het kost veel data. Video, opslag is milieu-onvriendelijk, maar het is ook een tool om een heleboel duurzaamheidsproblemen op te lossen. Ja. Dan is er nog een vraag van Annette. En die zegt, ja, ik zit nu eigenlijk hoofdzakelijk thuis en achter mijn PC. Hoe maak ik dit ook spannend in een vlog? Ja, dat kan zeker. Gebruik verschillende hoekjes in je huis. Gebruik tools. Je kunt natuurlijk in een vlog kun je ook beeld in-editen. Dus je kunt ook een presentatie doen met een slide die je in laat komen. Tekst eroverheen. Ga naar buiten. Ga naar het park. Verzin. Het dwingt je ook wel weer om bijvoorbeeld met props te komen die bij je onderzoek zouden passen. Die je misschien uit de keuken trekt. Je wordt er eigenlijk juist creatiever van als je minder hebt. Dus op die manier. Ik denk dat we nog 1 minuut hebben, dus we zouden eventueel nog ruimte hebben voor 1 vraag. Nog een laatste vraag, maar die heeft ook met tijd te maken. Iemand vraagt, hoeveel tijd kost het je in totaal om 1 vlogaflevering te maken? Dat is zeker een goede vraag. Ik denk wel een paar uur voor een vlog van 2 minuten. Want eerst neem je de intro op, zeker als je net begint. Neem je die een paar keer op, dan moet je beelden schieten. Dat kostte mij het meeste tijd. Maar ik moet zeggen, als je het dus vaker doet, dat je dan ook vaker denkt, oh, ik schiet hier even een beeld van, want dat kan ik vast altijd gebruiken. En dan heb je op een gegeven moment een hele library. Ik denk toch zeker wel een hele dag. Ja.
Zeker in het begin, ja. Oké, dankjewel. Dan waren dit de vragen. Oké, nou super bedankt jullie allemaal voor het kijken. Ik hoop dat ik jullie heb gemotiveerd en geïnspireerd om ook te beginnen met vloggen. Mocht je nou echt niet over de drempel kunnen, begin dan met Instagram stories. Is echt makkelijker dan een hele vlog in elkaar editen. Dus ja, bij deze veel plezier nog.